Hey, een hele goede morgen nog. Nee, nou, goedemiddag is het al. Ik kreeg een korte vraag vanuit de chat of vanuit mijn Telegram-groep t.me/dehaan. Telegram, mocht je dat willen weten of willen volgen. En de vraag was hoe ik eigenlijk met ChatGPT of met GPT-4 werk. En dat is heel simpel. En dat kan je niet downloaden, maar dat is voor iedereen gewoon toegankelijk en uiteraard gratis. En ik heb bij, in het geval van ChatGPT, heb ik de link sowieso, en ik heb allebei de linkjes hier onder het filmpje gezet. Want het is namelijk zo, je kan bij ChatGPT, ik zal het even laten zien. Even een beeldje erbij. Nee, dan moet ik eerst even hierheen. Zo. ChatGPT is gewoon via de site chat.openai.com en kun je gewoon via je e-mailadres kun je gewoon heel snel een accountje aanmaken. En dan kun je eigenlijk, is dit zeg maar je beginscherm, althans ik zal het eventjes daaronder, komt nog een stukje van bij, even kijken. Zie je, en dan kun je daar je vragen gaan stellen zeg maar. En daar komen dan de meest bijzondere antwoorden uit. Je kan hier ook al op deze site een betaalde account nemen. En dan heb je dus de ChatGPT-4 in al zijn volledige, hoe noem je dat, met al zijn volledige capaciteiten, zeg maar. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. $20 per maand, dat moet je via creditcard doen. Dat heb ik allemaal niet. Dus er is gelukkig nog een gruwelijke, bizar coole optie. En dat is natuurlijk dat je dus nu via Bing Search, en eigenlijk, dat is dus van Microsoft dan. En bij Bing Search is het heel makkelijk. Dit is Bing Search, de hoofdpagina gewoon, als je dat intoetst, bing.com. En nou eigenlijk zie je hier al een opzetje er naartoe, want het is namelijk hier dan weer met een soort, het middelste stukje, weet je wel. Dus je kan dus hier over een hotel zoeken of zo, of een restaurant. Maar waar het om gaat, mensen, je ziet hier het overzichtje en je kan sowieso, je ziet constant in beeld, zie je allerlei suggesties en alles. Maar je moet eigenlijk even naar chatten. Ik zie hier het tapje chatten. En dan zie je dus de vraag die gesteld wordt en het antwoord dat te geven. Maar op dit moment kun je dan hier vervolgens de meest geniale vragen gaan stellen. En komen dus al mijn onderzoekjes de laatste tijd dus hier vandaan, zeg maar. Via Bing Chat. Uiteindelijk ga ik dit allemaal kopiëren. Ik doe dan een Word-filetje. Ik doe de vragen met dikke letters en de antwoorden gewoon normaal. En dan maak ik er een heel documentje van. Want zoals je ook ziet, 1 van 20 staat hier. Je kan dus 20 keer doorvragen. Dat heb je bij ChatGPT helemaal niet. Daar kun je eindeloos doorvragen. Die onthoudt ook al je gesprekken. En dat is ook, gaat ook veel verder inderdaad. Dat is de echte OpenAI variant. Die van Bing is ook een OpenAI variant. En is dus de hogere versie als die Chat 3. En deze is inderdaad een stukje genialer, kan ik je vertellen. Maar dat is eigenlijk kort maar krachtig. Het is heel makkelijk, gratis, je hoeft niks te downloaden. Het is of openai.com waar je een accountje aan moet maken. Of je moet de Bing, Microsoft Bing, dus dat is de browser Bing, zeg maar. Dan kun je de AI chat eindeloos raadplegen, mensen. Dat is de mazzel.